Fartgun. Pang. Die vindt dat niks door. Hierheen. Pang. Lekker. Gaan we weer hierheen. Pop, 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 pop. Neer. Dan draaien we om. Gaan we hierheen. Killen we jou. Gaan we weer om. Yo, wat dan mensen. Top dat jullie kijken naar een gloednieuw video op mijn kanaal Games for You. En zoals je ziet het goed, ben ik een keer Black Ops 3 aan het doen. En we gaan 3 potjes Gun Game spelen op Black Ops 3 weer. De oude vertrouwde Black Ops 3. Ik heb dit al zo lang niet meer gedaan. Ik zweer. Ik weet echt niet hoe alles speelt en zo. En ik dacht van, weet je, laten we een keer Gun Game doen. Ik ben daar op zich redelijk goed in. Ik kan wel wat Gun Game potjes winnen, hoop ik. Dus ja, ik dacht van, hey, perfecte combinatie. Dus let's do this. Oké. Okay. Dus natuurlijk gewoon, ja, er zit een heel... Ja, het beweegt heel anders, vind ik eigenlijk, dan de IWO, die shit. Kut, hij zit daar binnen. Wacht, kan ik hem killen met deze shotgun? Wacht. Nee. Hit maar, kut. Dat is natuurlijk de fartgun. Er zijn heel veel nieuwe pakjes in de game, zoals ik nu zie. En ik heb dat allemaal niet meer, joh. Ik heb echt niks meer met deze game gedaan. Wat? Mijn wapen schoot niet. Maar we gaan natuurlijk gewoon proberen om dit natuurlijk een beetje goed te eindigen, deze gun game potjes. Dus ja, we staan nu niet eerst. We staan tweede of zo, denk ik. Ja, tweede. Dus ja, we gaan het gewoon proberen, jongens. Komt hij terug? Hij zit daar te campen. Oh, shit. Kijk dan. Oh, kut. Nee! Oh, al die mensen zitten dan weer in mijn rug als ik iemand probeer te killen. Daar heb ik zo... Oh, what the fuck. Daar heb ik zo vaak, jongen. Maar ik vind het heel anders spelen dan de IW. Het speelt wat slomer of zo. Ik weet niet meer echt. Maar het is natuurlijk gewoon puur wat je gewend bent. Als jij nog heel lang Black Ops 3 aan het doen bent, dan vind je dit natuurlijk weer chill. En zo gaat het de hele tijd. Maar ja, we gaan het gewoon proberen. En ja, misschien gaan we wel fucking beasten. Oh, hij moet nog één keer raken. Jij bent niet zo slim, maat. Hij is level 7, dus hij heeft de game pas net. Ook al is hij al, weet je hoe oud? Een jaar of weet je wel? Nee. Ik weet niet eens hoe oud Black Ops 3 is. Mag jongen, succes met levelen jij. En wij gaan dit gewoon winnen. We staan nu nog steeds iets achter, dat is wel jammer. No. Hop. Kom ik daar binnen. M8. M8 vind ik nog steeds heel chill. Oh, dit is natuurlijk de Shiva, die weet ik nog wel. Dus echt een broert kutwapen, jongen. Vooral met die scope er ook op. Kijk, ik kan daar niet mee schieten. Ook als... Ja, mensen zeggen dat ik op sensitivity 10, hoe heet dat? Dat iets te hoog is en dat het maar één kut is. Je hebt, die hebben wel gelijk. Alleen, ik kan gewoon niet meer anders. Ik vind... 10, ik vind het bewegen veel chiller. Alleen dat richten met die thermoscopes is echt skuin op sensitivity 10. Maar we gaan alsnog gewoon een kill mee proberen te krijgen. Ja, die vent is niet zo goed. Dus daar had ik geluk mee dat hij er was. En hij spant hier lekker gespannen. Die vent is nog steeds bij de handgun. Dat is wel zielig. Dat is wel vies. Oh, kijk. Dat is een 17, jongens. Als ik die kill niet gehad. Iemand in de rug. Kut! Fuck, sorry. Hij kwam ook voor me. Of achter me. Dat was echt kut daar. Oké, we zitten weer in het huisje. Oldschool camphuis. Waar zitten ze? Hallo? Bang! Dat quickscopen ben ik zo verleerd, hè. Het is echt anders, jongen. Maar ja, wil je meer Black Ops 3 zien? Laat het dan achter, want dan weet ik dat jullie dit meer willen zien. Ik kan het zo niet meer. Al deze mensen doen dit nu nog vaker. Ik ben... Jezus, wat is dit, man? Bang! Oké, okay, direct. Die vent die is ook niet zo goed als ik. Want ik ben ook niet zo goed meer. Ik ben wel op prestige level 450. Dus ja, ik heb dit wel echt veel gedaan. Dat kan je ook wel zien aan mijn level. Ik heb het ook echt leuk gevonden. Alleen ik vind het nu wat minder. Want... oh yeah, die kill wou ik per se hebben. Kut, hij is al bij het laatste wapen. Nee. Huh? Okay, ik ook. Oh, ik ben ook bij het laatste wapen. Kom hier dan. Huh? Wat moet ik doen? Oh, ik moet de vuisten nog. Dat was ik vergeten, jongen. Oké, ik ga dood. Oh my god, ik kan nog... Ik kon het winnen. Ik kon dit serieus winnen. Nee! Nee, die enemy killde mij. Die andere gast. Oh my god, ik kon dit winnen. Ik was vergeten dat je die vuisten nog moest. Ik dacht, oh, na die knife ben je klaar. Dat is natuurlijk in dinges, in IW zo. Maar, kut man, wacht. Oké, ik ga in het huisje. Hopelijk kan ik iemand neermappen. Natuurlijk 2 hits en dat is moeilijk. Nee, niet meer killen, niet meer... Ja! Lekker, yes! No. Oh, dit is een mooie win. Dit is een mooie win. 20 om 13, wat een poere klote score. Maar we hebben gewoon het eerste potje gewonnen. Oh my god. Deze fan die was mij kwijt, ik was hem kwijt. Het was een beetje raar.
Trouwens, ik heb een mooie rekte-emblem. Een rekte-emblem, die heb ik natuurlijk ook op. Alleen, hij staat omgedraaid. Maar jongens, we gaan natuurlijk drie potjes doen. Dus op naar game nummer 2. Zo mensen, zijn bij game nummer 2 aangekomen. Deze is op de map Combine, mijn oldschool. Dit vind ik echt de chillste map uit Black Ops 3. En we gaan natuurlijk hier gewoon natuurlijk weer proberen om op te winnen. Oké, dit handpistooltje moet ik wel even... Wacht, waar gaat hij heen? Waar gaat het? Oh, die fans had mij te naaien, jongen. Hij ging eerst weer die kant en dan weer de andere kant. Maar we gaan natuurlijk dit potje ook proberen te winnen. En dan ben ik helemaal blij. Komt hij? Oh, jezus. Oké, spant hier iemand? Ja, hier. Ik ken die spans nog wel een beetje. Dan moet je hier weer heen. En dan pang. Oké, kut. Nee! Oké, ik heb het recht. Ha! We gaan lekker. We staan alweer eerst, jongen. Dit gaat snel. Ik ken die spans nog wel een beetje. Oh my god, wacht even hoor. Pang! Kut, man. Die Argus, daar moet je natuurlijk goed mee inzoomen. Je kan ook nu hipfire, maar dan moet je echt tegen die enemy aanstaan. Ja, maar dit is op zich wel een chille shotgun. Alleen je moet gewoon even goed raakschieten, zoals die kill. Nee! Dit heb ik altijd, jongens. Zit ik op iemand te schieten en komt gelijk weer iemand in mijn rug. Dat is zo irritant, hè. Maar ja, je kan er vrij weinig aan, iets aan doen. Maar jij bent gekilled. Dat is mooi. Oké, hier spant weer één ergens. Ja. Hij heeft mij in één klap met die kut fartgun. Die fartgun is zo slecht, hè. Je moet gewoon... Je krijgt er alleen een one-shot mee als je... Oh yes. Als je er echt tegen iemand aanstaat. Of diegene moet wie zijn. Hier heb ik het weer. Ook weer één hier. Fuck, you real man. Ik zat op die andere guy te schieten. En dan komt er weer één in mijn rug. Dat is zo naaiend. Dit. Zo irritant. Hop, neer. Kom maar. Oh. Die was raak, die was raak. Oké, hierheen. Dank u. Dit gaat lekker. Hier. Nee, daar spant niemand. Hier, hier. Hier gaat er een komen. Hallo? Oh, die vent... Oh my god, jongen. Je gaat toch niet campen in gun game? Oké, met die sniper mag het wel een vorige keer, want dat doe ik ook soms. Nee, niet die... Oh, getrekt. De Gordon noem ik het altijd. Kom op. Bang. Lekker. Springen, blijven springen. Dus bukken. Oké. Die... Nee! Kut! Die tactiek dood met die springen shit. Kijk even. Holy shit, maar die fucking guy die tweede zet gaat ook hard, jongen. Nee, hij heeft een shotgun. Daar kan je gewoon bijna niet van winnen met de sniper. Oké, okay, hardscopen. Als hier iemand in mijn rugpunt loopt, is hij dood. Ik kan niet wachten, man. Je wacht op die... Oh. Omdraaien. Oh. Launcher. Hop, kut! Nee, ik maak mezelf dood. Moet ik dan weer... Ik moet weer die sniper. Oh my god, wat een ongeluk. Dat was ik vergeten als je zelf killt. Ik heb geen scope. What the fuck? Ook oh, getrekt. Er zit hier één. What the fuck? Dan ga je een wapen achteruit. Dat is kut. Die knife, jawel. Oké, nice. Kut, man. Ja, waarom kom ik de hele tijd die shotguns tegen? Alleen die shotguns killen mij, man. Wacht, komt hier? Nice. Nu alleen de vuist nog. Alleen de vuist. Nee! Oh, de fucking iemand spande daar. Hè? Die guy waar ik achteraan zat, die had niks door. Hè? Niks. Zit hij? Oeh, wacht. Nu. And you're dead, man. Boom! We hebben het tweede potje ook alweer gewonnen, man. We worden steeds beter hierin, natuurlijk. Dat is wel chill. Dit gaat lekker, jongens. We gaan natuurlijk drie potjes doen. Dus we gaan door naar het derde potje. En de allerlaatste potje van deze video. Dus op naar game nummer 3. Zo, mensen. We zijn natuurlijk bij het laatste potje. Game nummer 3 aangekomen. En zoals je ziet, we zitten weer op de map Combine. En op zich vind ik dat best wel chill. Want Combine is gewoon... Ja, ik vind het gewoon de chillste map. Ook voor gun games is het super awesome, deze map. Dus ja, we gaan natuurlijk gewoon weer proberen om te winnen. Dan hebben we drie keer scheepsrecht. En dan zijn we gewoon goed. Niet meer killen. Dank u. Die vent had die dubbelwield... RK5, ik moet even die namen weer onthouden, man. Dit is echt lang geleden voor mij. Dit is echt niet... Wow, hipfire. Fartgun, pang. Die vindt dat niks door. Hierheen, pang. Lekker. Gaan we weer hierheen. Pop, 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 pop. Neer. Dan draaien we weer om. Gaan we hierheen. Killen we jou. Gaan we weer omdraaien. Komt hier misschien iemand iets later. Dan... Nee, we gaan weer omdraaien. Komt hierheen. Prut, prut, dood. Dan gaan we hierheen. Hier links kijken. En dan zijn wij dood. Oh my god, we gingen daar fucking lekker, jongens. Hoi, oh kut, wat? Holy shit, we hebben nu al 90 punten, gast. Dit gaat super sick. Ik zeg het je, deze map is chill, man, voor gun games. Het is echt niet gezond. Oh, hallo, wat? Oh, hier, doei. nog één. Jubble jump. Pop. Dit is echt het... Hier, in dit kamertje moet je ook blijven. Hier kill je de meeste mensen. En zoals je ziet ben ik ook wat meer ingekomen in de Black Ops 3. Hier, met de Shiva zelfs gewoon snel. Dot. Oh, kut. Ja, die Gordon die schiet zo slow, hè. Gorgon, voor de mensen die
Het niet weten. Gordon. Ja, sorry. Ik vond het gewoon erbij passen, de naam, weet je. Weet je? Oké, wacht. We moeten weer terug naar het kamertje. Ik denk dat we daar gewoon... Daar moeten we de kills gaan pakken. Hier. We zijn gewoon de dubbele voor, hè. Moet je nagaan. Jij bent gewoon het gast. Hij stond nog om mij te wachten ook nog, hè. Oh, in mijn rug. Bang. Nee, nee. Ren dan. Ik zie hem niet meer. Wacht. Ik ga hierin. Kut. Ik zat daar in het dilemma, man. Ik wist niet waar die was. Oké, iedereen gaat nu hierheen, hè. Kijk dan. Die hele map is hier rood, jongen. Bang. Bang. Ik haat die sniper. Ik kan dat niet. Kut! Ik was weer in die spirit, man. Soms gaan we echt ziek hard. Dat is echt leuk, jongen. Ja. Kut. Wat de fuck ben je aan het doen, man? Die vent was echt raar aan het doen. Die ging opeens weer terug en zo bewegen. Op zich wel slim, want ik kon hem niet knijven. Dat is wel slim, though. Kut. Door de muur? Oh my god, you real. Holy shit, hoe dan? Hoe de fuck deed hij dat? Nee, dat sliden, jongen. Dat werkt anders dan IW of zo. Ik weet niet. Soms slijt hij niet of zo. Of ligt gewoon aan mij natuurlijk. Wacht, kan ik jou knijven? Lekker. Oh my god, die was echt mooi, die kill. En nu nog even de laatste man. De laatste. Hallo? Wie is het slachtoffer? Kom dan. Er spant hier iemand. Ja, die rent daar. Nee, wat? Hij komt terug? Ja, die UV die slijt na een paar seconden weer over. Oké, wacht. Bang. Bang. Bot. 3 keer scheepsrecht, jongen. Gewonnen. Holy shit, man. Deze mensen zijn wel echt flink gerekt, jongen. 20-8. Onze scores worden ook steeds beter in dit spel. Dat is wel sick, man. Gewoon lekkere 3 mooie gun-game-potjes neergezet, jongens. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Wil je nou meer Black Ops 3 zien? Laat het zeker door middel van een duimpje omhoog achter. Dan weet ik dat jullie meer willen zien. En ja, abonneer op mijn kanaal. Leuke reactie wordt altijd gewaardeerd. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Later.